Bijzonder welkom voor onze eregast van vandaag. De eregast die de tentoonstelling opent, onze burgemeester Mark Buijs, die aanwezig is. Bijzonder welkom op deze 70 jaar geleden dat Oosterhout bevrijd is door de Engelsen. Sommige mensen denken dat door de Polen is gebeurd, maar het is echt door de Desert Rats, de woestijnratten, die Oosterhout stad bevrijd hebben. In tegenstelling met Den Hout, in Den Hout waar behoorlijk gevocht is nog na 30 oktober. En daar heeft de 1e Poolse Panzerdivisie heeft daar Den Hout bevrijd. En Dorst is zelfs twee keer bevrijd in die Tweede Wereldoorlog, na de Tweede Wereldoorlog. Maar ja, we zijn bij een tentoonstelling aangekomen, een bijzondere tentoonstelling. Elk jaar organiseert Heemkunde Kring de Heerlijkheid een tentoonstelling. Die hebben we tot dusver altijd gehouden in de hal van het gemeentehuis. En daar september kwam 7 oktober. En 7 oktober is een beetje de aftrap eigenlijk voor het geheel wat de expositie betreft. We hebben hier een lezing gehouden, hier in Teek 5. Een lezing over de 1e Poolse Panzerdivisie, met name over generaal Matzek. En die lezing werd gehouden door Frans Rusinski, de voorzitter van het generaal Matzek Museum. En wij hadden daar 50 stoeltjes klaargezet, ongeveer zoveel als we nu ook hebben. En er kwamen er 160. 160 mensen zijn bij die lezing geweest. Het is het Wilhelminapaviljoen. Wilhelminapaviljoen is het museum wat bij de KMA hoort. Achteruit komt hij ook in de tuinen van de KMA. En die hebben een tentoonstelling gehouden over de 1e Poolse Panzerdivisie te ontstaan. En wat de Poolse Panzerdivisie allemaal gedaan heeft. En dankzij Wadek kunnen wij u deze expositie vandaag en in tot en met 10 november laten zien. Het museumkwartier samen met het Speelgoedmuseum. En met Paul van der Akker, de schuilkelderman, waar wij ook bij betrokken zijn als Heemkundekring. Die organiseren de kilometer, de wandeling van de kilometer. En die gaat begint 's avonds om 6 uur. En die gaat vanaf schuilkelder door de Zandheuvel en de Klapijnstraat naar de markt toe. En eindigt in de kerk in Oosterhout, de Sint-Jan-kerk in Oosterhout. En als u niet naar het concert gaat, dan zou ik zeker meegelopen. De burgemeester loopt om 6 uur ook een stukje mee. En dat weet u nog niet misschien, maar zeg u dat al bij voorbaat. En s'avonds is hij hier weer om 8:15 om ons concert te openen. Dus alleen voor hem moet u eigenlijk ook komen. En ik heb gezegd, niet alles. Wat hebben we nog verder gedaan? Wij hebben aan gedacht om ook een speciaal boekwerk te maken over Oosterhout, 75 jaar in vrijheid. We hebben van tevoren is dat boek bedacht. We hadden gedacht op, we maken een boekje, 20 pagina's, 32 pagina's, zoiets. Als we maar een blijvende herinnering kunnen hebben aan 75 jaar Oosterhout in vrijheid. En door de Desert Rats. Ik neem u toch nog eventjes mee. Op 28 oktober kwam het voor dat in Dorst de Polen klaarstonden met een panzerdivisie om Dorst te bevrijden. Dat deden ze ook. Maar ze moesten nog een keer terug om het een tweede keer te doen. Zondag ben ik in Dorst en dan gaan we dat met elkaar ook nog even bekijken. Toen, in de nacht van de 29e op de 30e oktober, stonden ze klaar. Konden ze de brug over die over de rivier de Dongen gelegd was vanaf Schavemoer. En kon men richting Oosterhout, het gele huis hoorde ik net, was de plek waar binnengetreden werd. En dat ging allemaal vrij voorspoedig. Dat waren de Engelsen die dat gedaan hebben. En toen stootte men eigenlijk op het kanaal. Dus Oosteind en Oosterhout ging vrij voorspoedig. En bij het kanaal heeft het toch nog een enkele dagen geduurd voordat men op twee plekken dat kanaal over konden. En dat deden de Polen. En zo kwam het. En ik dacht dat het de derde was. Maar ik hoorde net de 4e november Oosterhout in zijn geheel was bevrijd. Het is mooi om te zien dat niet alleen wij Nederlanders, maar ook heel veel anderen daaraan meegewerkt hebben. De Polen die hebben hier ook een voorname expositie, heb ik net gezien, in de hoek. Het is toch wel heel mooi om te zien wat generaal Matzek gedaan heeft hier, ook in het Brabants, maar op veel meer plekken in Europa. En dat vind ik toch heel erg knap. En soms denk ik wel eens, wij doen daar hier heel veel aan, in Breda ook, maar op andere plekken wordt het soms wel eens, vind ik, ondergewaardeerd. Daarom vind ik het ook belangrijk dat hier zo'n prominente plek heeft, omdat het heel veel voor onze gemeente betekend heeft.
Daarom vind ik het ook goed dat hij de documentaire gaat draaien. En die heette In het spoor van mijn opa, of hoe heette die precies? Ik wil het nog even horen, dat iedereen er ook op opmerkzaam is. Ja. In de huid van de Poolse opa. In de huid van de Poolse opa. Dus het gaat over jouw vader. Over jouw vader. Jouw vader die hier na de oorlog ook gebleven is. En er is één documentaire over gemaakt, maar nu ook een tweede documentaire. En daar heb je zelf ook aan meegewerkt, aan die documentaire. Ik denk dat het heel goed is om daar ook naar te gaan kijken. Dat zou waarschijnlijk heel, heel, heel indrukwekkend zijn. Dus heel veel succes ook met die documentaire. Ik denk dat het belangrijk is voor mensen om dat te zien. En als ik dan hier rondom me heen kijk naar alle foto's die hier hangen, dan valt me één ding op. Ik heb nog nooit meegemaakt. Ik ben natuurlijk van na de oorlog. Ik heb de oorlog zelf niet meegemaakt. Ik heb nog wel in dienstplicht gedaan. Dus ik heb wel iets met soldaten en met de VUMO hier, zoals ze hier staan. Hè, de heren die ook vandaag een prachtige stand hebben erachterin. Dat moet u ook echt eens gaan kijken. Die hebben het over allerlei andere uitzendingen. Maar wat ik meemaak bij deze 75-jarige bevrijding is dat er zo ontzettend veel beleving gecreëerd wordt. En dat ken ik van vorige bevrijdingsherdenkingen eigenlijk niet. Dan hadden we een concert of iets bijzonders. Maar nu is er echt beleving in de hele stad. Als je ziet dat er reenactment is, hè, dat die legervoertuigen straks ook met een kampement opgeslagen staan. Dat defilé hier door de stad rijdt, alsof we opnieuw bevrijd worden. Als je dan kijkt naar deze foto's die gemaakt zijn door Oosterhouters. Die toch echt laten zien hoe dat leven op dat moment in die stad was. Want vergis je niet, dames en heren, dat leven ging gewoon door. Dat stopte niet met de oorlog. Hè, ik had er net met iemand over, de verslaggever van de Oosterhouter, over kinderen, hoe kinderen de oorlog overgingen. Gewoon een spannend verhaal. En achteraf deelden ze dat ook. En die zagen geen verschil. Zei je ook tussen een Poolse militair, een Engelse of een Duitse militair. Dat was voor kinderen ja, bijzonder. En zo ging het leven ook door. En dat deden ouders ook voor kinderen om te zorgen dat het leven ook gewoon door kon gaan. Maar ik denk wel dat sommige mensen, de ouders toch ook soms zeer, zeer, zeer diep in een rats gezeten hebben. Loopt dit wel goed af? En gaat het wel allemaal goed lopen? Nou, heel die beleving van die angsten en het gewone leven in die oorlog, denk ik dat die prachtig vertaald is in deze expositie. Maar ook de dagen dat wij hier de bevrijding gaan vieren, hè, vooral op 2 november dan ook nog voor een groot gedeelte. Daarin zult u ook zien dat die beleving voor jongeren ook gecreëerd kan worden. En bijvoorbeeld voor mij ook. Om een goede indruk te krijgen van wat is nou die oorlog. En daar ben ik jullie allemaal heel erg dankbaar voor. De veteranen, maar ook de heemkundekring. Iedereen die eraan meewerkt. Ik hoorde net de naam van Caron ook nog eventjes. Die daar met zijn legervoertuigen. Is de dank dat jullie voor ons die herbeleving kunnen neerzetten. Zodat wij ook weten wat oorlog heeft betekend voor Oosterhout. En daarmee ook de gedachte moeten hebben dat die oorlog nooit meer voor mag komen. Want dat is eigenlijk wat we doen op het moment dat we de oorlog laten zien. Is om te zorgen ook dat we blijven herinneren dat dit verschrikkelijke dingen zijn. Ik hoorde dat nadat de oorlog, de bevrijding geweest is, we 122 uitzendingen van Nederlandse militairen hebben gehad over de wereld. Dan heb ik het alleen maar over onze eigen militairen. Ik denk bij mezelf, leren we het ooit of leren we het nooit? Maar we moeten bezig blijven. En vooral ook op deze manier om te laten zien wat de oorlog is en wat dat betekent ook voor zo'n stad als Oosterhout dat betekend heeft. Bedankt dat ik dit hier vandaag mocht zijn en dat ik dit mocht openen. Ik wens u heel veel kijkplezier met deze expositie. Of het allemaal plezier zal zijn, dat durf ik niet te zeggen. Maar in ieder geval, het is heel indrukwekkend. En ik nodig u uit om allemaal te gaan kijken. Dank u wel. De tentoonstelling te bekijken. We gaan de touw aan de kant zetten. En de tentoonstelling is er voor u. Sorry.